Hallo allemaal, welkom op mijn nieuwe video. We gaan Q&A doen en het lijkt me heel erg leuk om te doen en zodat je mij ook beter kunt leren kennen. Nou, laten we beginnen. Naast VCG, wat doe jij nog meer als hobby? Ja, dat is salsa. Ik zit meer dan 10 jaar in salsa. Salsa wereld noem ik het altijd. En toen ik 21 was, vanaf 21 heb ik leren salsa leren dansen. En natuurlijk ook een workshop meegedaan en een showteam gezeten van heel Nederland opgetreden. Was echt super gaaf en helaas zit ik niet meer in een showteam, want omdat het helaas gestopt is. Maar ik blijf nog steeds dansen van salsa, allemaal verschillende salsafeestjes en echt super leuk om te doen. Ik blijf het doen hoor, dus echt, wat weten mensen nog niet van jou? Nou, ik ben slechthorend. Vanaf toen ik 3 jaar was, kwamen mijn ouders erachter dat ik slechthorend ben. Ja. Waarom je met make-up bent begonnen? Ja, waarom? Ik vind het eigenlijk altijd heel erg leuk om make-up te doen. Altijd iets met uiterlijk te maken heeft. En ik vind het hartstikke leuk om te doen. Dus daar komt mijn grote passie. Wie is mijn favoriete make-up artist? Ik vind alles wel een paar leuke goeie, maar ik vind de allergoeiste, dat is mijn favoriet natuurlijk, dat is Patrick Stark. Star heet het, sorry, Stark. Die komt uit Amerika en hij is echt super, super goed in make-up. Echt bizar goed gewoon. Echt, ja, hij is heel erg speels met make-up en met penseel en met alles. Hij doet met verschillende superster opmaken zoals Kim Kardashian, Rihanna en van allerlei. Het is echt amazing. Wat je het leukste vindt aan make-up? Wat vind ik het leukste om te doen? Creativiteit eigenlijk. Creativiteit en creatief zijn en van alles. Gewoon inspiratie uithalen. Ja, dat wil ik zeggen. Inspiratie uithalen. Gewoon wat in je hebt, zeg maar. Gewoon proberen om iets speels te zijn met make-up en kijken hoe het dan uitkomt. En zo doe ik het altijd. Ik ga altijd kijken, vind ik de spiegel, kijken, oh, je kan dit nog wel. Zal ik iets erbij doen of whatever. Dus gewoon speels zijn met make-up en wat, gewoon. Dat maakt het meer unieker, vind ik, voor mezelf. Ik merk, sommige mensen zijn heel simpel en ik hou meer van echt knallen. Allemaal van glitters en van alles, van felle kleuren, weet je wel. En sommige mensen denken, weet je wel. Maar ik vind het super gaaf, echt leuk. Maar ook zeker omdat ik in een showteam heb gezeten. Toen, showteam van salsa natuurlijk. En als je van de backstage komt, van al die dansen en verschillende kleuren, make-up en echt van glitters, hè, allemaal van, nou, is echt amazing. Toen dacht ik, nou, dat is echt wel mijn grote passie om daarmee te kunnen beginnen. Leukste vakantiebestemming? Ik vind van Aruba heel erg leuk. Dat is mijn tweede thuis, Aruba. En Engeland is Londen. Lievelingseten? Ja, ik vind alles wel lekker eigenlijk. Maar ik ga toch voor sushi. Ja, sushi kan wel echt van vis. Ja, viseters eigenlijk. Ja. Je herkomstland? Nou, ik ben hier in Nederland geboren. Mijn ouders komen uit Aruba en Bonaire. Dus IBC eilanden. Wat is je leukste opdracht was? Dat is tijdens terug. En dat was bij Salone Dalle Moda. En dat was echt super meestal. Ik mocht een paar dagen mee samenwerken met andere make-up artiesten. En dat was echt super meestal. Het was wel pittig, maar het was echt heel erg leuk. Je leert ook veel mensen kennen en modellen en fotografen, ontwerpers, noem maar op. En dat was echt leuk om te doen. Mensen opmaken om zich mooi te voelen natuurlijk. Ja, heel erg leuk. Hoe komt het dat je een YouTube channel bent begonnen? Ja, ik ben eigenlijk begonnen toen ik tijdens de VC school ben begonnen, mijn studie natuurlijk. En toen kreeg ik opdracht om twee verschillende video's op te nemen. Het gaat over, zeg maar, smokey eye of
whatever of iets, weet je wel. Om iets te bedenken, om inspiratie uit te halen. En ja, toen dacht ik, nou, het vind ik toch wel leuk om te blijven doen, om video's op te nemen. En voor jullie, ja, op YouTube channel. Wat is je favoriet make-up en waarom? Favoriet make-up merk, sorry. Make-up merk, ja. Ja, het is moeilijk hoor. Ja, ik vind van allerlei wel heel goed eigenlijk. Eentje van Vidom, eentje van Make-up Studio, eentje van MAC. Ja, en voor MAC het allereerste, het is echt één, top 1. Het is echt amazing, vooral met make-up en zoals foundation en ja, van alles eigenlijk. Die blijft gewoon super goed zitten op je huid en vooral met lipstick en alles, je ogen en wenkbrauwen. En Freedom is ook heel goed. En ja, ik vind eigenlijk alle drie goed. Zoals Freedom, Make-up Studio en van MAC. Ja, ik kon niet kiezen, dus ik heb maar voor drie voor gekozen. Ja. Waar reis je het liefst naartoe? Ja, mijn tweede thuis natuurlijk. Aruba. En de tweede is, komt heel graag, dat is Engeland. In Londen. Amazing. I love Londen, echt waar, je voelt echt gewoon, weet je, ik weet niet, een soort van New York sfeertje, weet je wel. En ja, daar kom ik vaak, ja, daar kom ik vaak meestal Aruba en Engeland. Yes. Nou, ik hoop dat je heel erg leuk vond en voor al die vragen die ik heb beantwoord. En nou, ik zie je volgende keer weer. Doeg!